Yes. Ja, daar ben je. Hey. Hey. Hallo. Hé, dat duurde even. We hebben elkaar gevonden. Hallo lieve mensen, welkom bij de Backpackers aflevering 3. Je ziet het, Paul is van een pakje voorzien. Ikzelf ook, kijk eens. Ja, kijk, we gaan even naar F5. Allebei, ja, ik deed het eventjes op, zo, even naar F5. En worden we beschoten terwijl we even op de foto gaan. Nee, doe eens niet, joh. We hebben een fotoshoot hier, jongens. Godverdorie. Hé, maar we lopen wel de goede kant op, want ik heb wat gevonden, vertelde ik net aan Paul. Kom maar eens mee, kom eens mee. Oh, dikke. Ja. Kom eens mee, en loop voorzichtig alsjeblieft, want ik ben langs de lava gehakt. Oeh. Ja, kijk uit, hè. Pas erop. Oh, dit vind ik heel eng. Ja, maar kom maar gewoon mee, dat komt goed. Hier ben ik langs gegaan. Ik heb iets stofs gevonden. Oh, een heks. Heb ik pijlen? Ik heb geen pijlen. Jij pijlen? Ik heb pijlen. Ik heb 3 pijlen. Oh, cool. Heb jij toevallig... Hier. Oh, cool. Dan moet ik ze wel even laten gelden. Want een heks, die is... Nou, hoewel, we hoeven niet de confrontatie aan. Kom maar, we gaan hierin. Ik ben even wezen stripmijnen. Ik ben de vorige keer nadat wij gestopt zijn, de vorige keer heb ik allerlei... Ik heb 7 diamanten gevonden en nu weer 1. En ik vond er net nog meer diamanten, maar dat was op een bijzondere plek. Dus ik denk, weet je wat, voordat ik ze weghaal, eerst even laten zien aan Paul. Maar god, waarom zou ik jullie niet laten meekijken? Kijk eens waar ik uitkwam. Hey. Hey. Ja. Een mijntje. Ja. Leuk, hè? En daar is diamant. En hier ook. Hier zijn er 4. Waar? Hier. Waarom zag ik die niet? Waar dan? Hier. Ah, joh! Dat heb ik gewoon gemist. Nou, ik ben er niet naartoe gelopen. Nou, ik heb een ijzeren peksel. Gaan we wat aan doen. Hé, hey, mooi man. Zometeen hebben wij een diamanten peksel. Hé. Hey. Hoppa. Lekker. Hoor ik hier een diamanten peksel? Ja. Zeker weten, mensen. Maar daarvan dus ook nog diamant. Kijk dan, hier. Dit is trouwens ook wel een beetje druk hier. Zo. Nou, het zijn er maar 2, maar toch. Oh. 2 wat? Is meer dan niks. Waar? Het staat hier. Ik heb het weggehaald. Oh. Hé, hey, maar dit is natuurlijk een ontzettend nare plek, hè? Nog wel. Ja. Als in, hier komen zometeen ook giftige spinnetjes en zo. Mm-hmm. Ik gooi eventjes, maar ik zie nog meer diamant, hé. Dit is een goede plek, man. Ja, leuk, hè? Moet je nou kijken, daar is ook diamant. Als ik het goed heb, ja. Ja, is ook diamant. Mag ik 1 diamant weghakken? Ja, heb jij een ijzeren ding dan? Ja, heb ik. Oh, je hebt een ijzeren plek. Ik dacht jij nog steeds een steen had. Nee. Hé, goed, man. Oeh, hier is ook diamant. Dat zeg ik. Oh, je bedoelt deze, oké. Dat bedoelde ik ook. En had ze flat. Ja, hier ga je natuurlijk hopeloos verdwalen. Maar dit is natuurlijk wel... Ja, moeten we hier een waypoint zetten? Nee, dat is niet zo belangrijk, hè, om dit te onthouden. Ik bedoel, waar zou je ooit een mijn voor nodig hebben? Tenzij we zelf treintjes willen gaan bouwen en niet geen zin hebben om al die rails te gaan doen. Gaan hakken. Nee, dan... Ja. Dit is echt zo'n plek waar je hopeloos verdwaalt zonder minimap. Zonder dat we elkaar, zeg maar, kunnen terugvinden ergens. Ja, nee, dat gaat heel snel fout. Hier is een kistje. Oh, leuk. Een brood en een ijzeren pickaxe. Geen meloenzaad. Maar wij lachen nu om ijzeren pickaxe natuurlijk. Precies. Maar je kunt het wel meenemen, want het is natuurlijk... Hier is nog een diamant. Een perfect ingrediënt voor... ik heb ook trouwens 7... Ik heb nu 7 diamantjes, dus dat betekent... Ja, dat betekent dat ik in principe genoeg heb voor een diamanten peksel. Maar worden er in deze server ook diamanten heel snel gespawnd of zo? Want... Ik heb nog nooit zoveel diamanten gevonden zo snel. Nee, we zitten op het perfecte niveau. Er zit toevallig een mijn op het perfecte niveau. Normaal gesproken ga je op dit niveau... hoe noem je dat? Normaal gesproken ga je op dit niveau... Stripmijnen. Maar dat hoeven we nu niet te doen, want er zit gewoon een heel gangenstelsel hier. Dus dat betekent dat je het zelf niet hoeft uit te hakken. Dat scheelt, ja, als je dan een beetje doorkijkt. Ik geloof niet dat er meer diamant is dan gebruikelijk. Ik kan je wel vertellen dat van alle mods die ik heb geïnstalleerd... Er geen enkele mod is met als bijwerking dat er meer diamant tevoorschijn komt. Nee, precies. Okay. Achteraf gezien was dat dan helemaal geen gek idee geweest, maar... Nee, maar ja, hè? Hè? Laten we toch een beetje moeite moeten doen, hè? We verliezen onze spullen al niet als we doodgaan en we hebben een peksel. Dus we zijn al aan de luiige kant, mag je zeggen. Maar wel lekker, hoor. Maar wel gewoon, ja, precies dat. Ik merkte ook net bij Stripman dat bijvoorbeeld zo'n peksel... ontzettend handig is dat je dan staat je weer op een partijtje zand of een partijtje grond. Of je staat op een partijtje grind. Ja. En dan, hup, niks, geen wisselen van gereedschap. Gewoon hartstikke vlats. Maar misschien is het sowieso wel even leuk om te vermelden dat de vorige keer toen wij aflevering 2 hebben opgenomen. Dat wij daarna zeiden van nou, dan gaan we nu even de boel afsluiten en dan gaan we lekker naar bed of weet ik veel wat. Dat we eigenlijk stiekem volgens mij nog iets van 3 kwartier lang gewoon... Ja, dat was wel leuk. Toch? Dat was wel leuk. En wat we ook hebben gedaan is, we hebben er ook meteen voor gezorgd, wat we vorige keer al zeiden, dat we fijne boompjes kunnen omhakken. Dus we hebben boven echt ook even lekker opgeruimd. Dat moeten we zomaar eens even laten zien. Ja.
En we hebben ook we hebben wel tegen elkaar gezegd, we doen het voor onze lol. Dus we houden onze inventaris als we doodgaan. En we maken er ook geen probleem van om gebruik te maken van waypoints die we zetten. Nee, want dat maakt zeg maar juist dus, dat het nu gewoon leuk is om dit te spelen. Daarom, we hebben dus een waypoint bij ons huisje neergezet. Dus die kunnen we ook gebruiken. Ik heb trouwens mijn Pexel kapot. Maar dat gaat iets niet goed, want ik had een andere Pexel. Een reserve Pexel, zeg maar. Mm-hmm. En die ben ik nu kwijt. Hij staat toch op de goede plek. Hij verscheen even niet. We hebben namelijk ook iets dat we, zodra een wapen kapot gaat of iets wat we gebruiken, en we hebben er nog een van in onze inventaris, dan wordt hij automatisch op de juiste plek gezet. En ik dacht even dat het niet gebeurde, maar het gebeurde wel. Anders zit ik echt cold wakker, dat heb ik ook niet meer nodig. Goed. Ik loop hier rondjes, merk ik. Ik denk dat het leuk is om even naar ons huisje te gaan. Mm-hmm. En dan zometeen maar eens even een poging wagen om dat kasteel. We hebben nu genoeg ijzer. Ik heb ook weer, wat heb ik nu weer bij me aan ijzer? 48 heb ik alweer gehakt net. Serieus? Voordat we begonnen. Ja, dat gaat hard, man. Je vindt het spel overal. Dus het lijkt me goed om zometeen even ijzeren wapens te maken. En dan eens even te kijken naar dat gigantische kasteel wat we hebben gevonden. Ja. Om te kijken of we daar iets tegen die spawners kunnen gaan doen. Die daar, zeg maar, zitten. Oeh, shit. Krijg je uit? Nee, auw. Sorry hoor. Ja, er was weer een creeper om de hoek, zeg maar. Hey, bedankt, hè. Sorry. Hé, hey, maar ik heb die kippen sowieso al lang niet meer gehoord. Dus die, Nee, maar goed, dat is niet iets. ik moet allemaal onthouden waar het dan gebeurt, zeg ja, maar. Ja, okay. Dus ik heb liever dat je het niet doet. Ja, snap ik. Maar goed, hè, mensen. Hoppakee. Af en toe. Ja, we hebben de tas weer. Is er een kistje? Heb je die gezien? Had je al gezien, hè? Ja. We hebben ook weer een nieuwe kijker bij. Een neefje van mij. Maar ik heb een heel leuk neefje, die heet Thijs. Mm-hmm. En die is ook sinds vandaag helemaal. Die is ook aan het kijken. Sinds vandaag ook? Ja, sinds vandaag. Nou, Thijs, welkom. Ja, leuk, hè? Dat vind ik vast leuk om te horen van jou. Nou, leuk dat je kijkt. Goed. Daar is donker. Kom, we gaan daarheen. Ja, we moeten zo wel even naar het huisje toe. Weet je wat, we handelen nog even verder hier. Maar je ziet ons zometeen wel weer terug als we bij ons huisje zijn. Dat is een goed idee. Tot zootjes. We hebben net de waypoint gebruikt. Kijk, huisje. En bam, dan sta ik zo hier. Nou, ik stond net al hier. Ik ben even gaan slapen. En toen ben ik weer even hier naartoe gelopen. Maar die waypoints die werken als een tierenlier. Wat zeg jij, Paul? Hé, ik zal nog even wat anders laten zien. We hebben ook nog een bel. Dus wat moet je nou met een bel? Nou, in principe niet heel veel, want we hebben een Pexel. Maar de bel werkt dan weer zo dat we nu onderaan een boom kunnen hakken. Dat duurt super lang, meer dan normaal. Maar als je dan, als we dan wegtikken, dan poef. Hartstikke idee, hele boom ontleed. Dus daarmee hebben we zeg maar in no time dit terrein eventjes leeggeruimd. En ervoor gezorgd dat we een beetje leuk uitzicht hebben hier. En nou goed. En volgens mij heb jij dan nog een huisje gesloopt daar, Paul, hè, wat er niet uitzag. Ja, nou ja, naast ons huisje. Het kerkje heb je laten staan. Is dat een beetje uit respect of zo? Of omdat het goed stond? Nee, het kerkje vond ik wel aardig, want hier floten een soort van huisje. Dus die heb ik even gesloopt. En ik heb hier achter wat relief verwijderd, waardoor het meer een vlakte wordt waar vrede en reinheid heerst. Nou, fantastisch. Maar goed, nu kijk ik even de verte uit op dat gigantische kasteel. Als wij nou eventjes een ijzeren zwaard maken, misschien twee. Ik denk dat het handig is, want ik denk dat er gigantisch veel ellende daar plaatsvindt. Misschien moet ik nog een extra Pexel meenemen. En dan gaan we eens even daar kijken. Wat vind je daarvan? Dat lijkt mij een enorm goed idee. Buitengewoon goed plan. Dan ga ik eventjes mijn inventory een beetje opschonen. Want... Ja, dat moet ik ook doen. Dus laten we dat even doen. Ik heb hier ook allemaal zooi. Ja, jij hebt allemaal een sortering gemaakt. Weet je wat, we gaan even zoals jij het hebt gepland, gaan we dat even gaan indelen hier. En dan gaan we het naar op pad. Ja? Ja. Fantastico. Oké dan. Nou, we zijn er klaar voor. Ik heb per ongeluk een ijzeren Pexel gemaakt in mijn enthousiasme, terwijl ik een diamanten wilde maken. Maar we hebben van alle diamanten die we hebben gevonden, hebben we twee Pexels gemaakt. Plus dat er nu nog, we hebben nog twee diamantjes over zelfs. Mm-hmm. Ik heb mijn vakken voor de deur gegooid. Het enige wat ik nu niet bij me, van alles zit ik nu te bedenken, zijn fakkels. Ik heb geen fakkels bij me. Ik heb fakkels volgens mij in de kist. Maar het is misschien wel goed om even dat ook mee te nemen. In die andere kist. Oh. Toch? Ik zie het niet. Maar dat is wel kool. Dat is prima. Neem dat nee, 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 wacht. Ik heb heel veel fakkels gemaakt. Wacht, misschien zit het beneden in de kist. Nou ja, anyhow, we hebben ze toch wel nodig. Ja, dat is waar.
Dus oké, perfect. Hoppa. Oh, hier. Oh ja, dat maakt niet uit. Nou, ik heb in ieder geval weer 17. Ik kan eventueel nog wat meer maken. Ik heb de rugtas weer leeg, dus dat komt helemaal goed. Kijk. Wat heb je gedaan? Ja, maar ik heb al heel veel. Oké, prima. Pak ze! Ik pak ze op. 47 nu, dankjewel. Goed, we hebben net bomen weggehaald en jij gooit er gewoon weer één neer. Ja, want weet je, af en toe hebben we wel een boompje nodig om neer te hakken. Heb je eens om je heen frustratie, toch? Heb je eens om je heen gekeken? Nee. Oh. Nou, het is misschien goed om dat niet te doen. Hey, laten we naar het grote kasteel gaan. Yes. En laten we vooral niet daar blijven wachten tot er heel veel gespawnd is. Maar er gewoon op aflopen. Oeh, wordt het alweer donker? Nee. Ja, hè? Godverdomme, we hebben we hebben te lang over gedaan. We moeten even wachten tot... We gaan even eerst licht maken. Nee joh, anders zitten we straks in het donker te handelen. Je moet er ergens een plek hebben om naartoe te rennen als de ellende uitbreekt. Helemaal waar. Ik ga lekker in mijn nest liggen. Zo, hartstikke flats. Oké dan, een frisse morgen, lekker uitgeslapen, op pad. Goedemorgen. Naar het grote, boze kasteel. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik weet niet waarom het vorige keer allemaal zo stotterde een beetje. Ik denk dat dat met dit grote kasteel te maken had. Dat zou heel goed kunnen. En ik ben bang dat dat een heel gevaarlijk ding is. Er spant hier echt van alles namelijk. Ja, dus we moeten vooral gewoon doorpakken. Ja. Je hebt vorige keer zonder spullen best lang volgehouden tegen die ruitjes. Ja, maar toen had ik mezelf goed ingedekt. Oh, shit. Oh. Oké, maar zo te zien zijn ze er niet meer. De spawners zijn natuurlijk nog wel, dus we moeten gewoon zorgen dat we een ingang hebben. Ja. Waar is een ingang? Ik hak gewoon naar binnen. Oh, misschien ook goed. Ik neem gewoon de voordeur. Oh, er zijn schakelaars op het plafond. Oh shit. Ik ben al bijna dood, joh. Man, ik heb die gasten nog ineens gezien. Er zitten schakelaars op het plafond. Overal zitten schakelaars voor het licht. Ongelooflijk. Ik zie daar. Oh, ze zijn ook wel heel kwaad. En ze zijn heel snel ook. Ja. En ze hakken er aardig snel naar binnen ook. Echt hoor. Ze zijn heel veel. Ja. Ze gaan keihard. Ja, dat is eigenlijk wel lastig dit, merk ik. Ja, ik kom eraan weer. Ik heb anderhalf hartje en ze rennen me waarschijnlijk eruit zometeen. Oh, ik zie het, ja. Wacht, ik kom je helpen. Oh nee. Oh shit. Oeh, ze gaan echt heel hard. Ja, ze komen nog steeds achter me aan, hè. Dat maakt dat ik wegkom, hoor. Ik heb de neiging om achterom te kijken à la DayZ, zeg maar. Ja. Ben ik al kwijt? Of is er nog steeds eentje onderweg? Nee, ze rennen nu achter jou aan. Ik moet even wat eten. Kak. Maar er zitten lichtschakelaars binnen. Ik denk dat die te nodig zijn om ervoor te zorgen dat het wat minder snel spawnt daar. Ja. Maar we hebben geen... We zijn... Oh, die lui die maken ons hartstikke in, man. En ze vliegen ook echt. Ja, ik ga denk eventjes ondergronds daarheen of zo. Of nee, ik ga... ik ga ondergronds proberen. Er zijn ook spinnetjes, zie ik. Ja, dit is een lastig verhaal. Ik zie die spawners ook en het zijn echt wel een paar. Die krijg je niet stuk, denk ik. Nee, het is vreselijk. Maar nu zijn ze ook met vele gespawnd al, dus... Kijken hoe ver we komen, jongens. Oké, ik zie een spawner. Ik ga hem pakken. Oh, dat heeft helemaal gezien. Oh, ze spawnen met zoveel tegelijk. Hoe moeten we dat in hemelsnaam doen? Help. Ze hebben ook een helmpje. Ik ben dood. Oké. Goed. Ja, hartstikke dood. Ja. Zo, dit is... Ik begin echt te denken dat we daar inderdaad een bepaalde strategie voor nodig hebben. Jij bent nu aan het graven ondergronds. Ja. Oké, misschien ga ik... Ik denk dat ik even met je meega. Ik ben nu aan de achterkant zo'n beetje. Ja. Bij een watertje ben ik in de buurt. Wacht, ik loop terug. Ik zie waar je bent. Daar ben je naartoe. Onder het water of zo ben je. Ja, hier ben ik. Ja, ik loop naartoe. Ik zie je. Hier. Nou ja, we moeten dus die spawners uitschakelen, hè. En yes. Er zijn heel veel van die gastjes. Zo is dat. Ik beveilig het eventjes. Zo. Hoe heb je dit gedaan? Nee, ik kan doorlopen. Nee, ik moet doorlopen. Ah ja. Kijk, hier is het veilig nu. We kunnen even kijken waar die spawners zitten. Oh, deze ruimte is al safe. Ja. Hé, hey, goed man. Ja. Er zitten ook allemaal leuke spullen in die kist, zie je dan wel. Is dat zo? Nou ja, gouden spulletjes met aqua affinity en moeilijke woorden. Oeh. Het is niet helemaal veilig. Ik zie het. Hier komen ze ook nog aan. Shit. Kan dat? Ze spawnen dus. Oh, hier komen ze gewoon doorheen. Er zijn hier nu heel veel luikjes.
Hup. Maar ze gaan terug. Ach, ze nemen ook gewoon van die drankjes, hè? Ja, baas, dat zijn het. Oh, ik ga nu wel dood, denk ik. Dan zei ik nu... Woep! Loopt weer een mannetje. Moet even zorgen dat ze niet naar binnen kunnen. Nou, ik heb het nu afgesloten. Ik ga dood, denk ik nu. Kak, ik ook. Oh jee, oh jee, oh jee. Snel jullie god in en weg. Oh, daar is er ook één! Nee! Ah. Oké, goed. Ik ga nu naar mijn latest death waypoint. Nee, dat wil ik niet. Ik ga naar mijn latest death waypoint. Papa. Nu heb ik het. Nu word ik wakker waar die gastjes zijn. Maar dan zal ik ze meteen even van een lesje leren. Maar het heeft weinig zin hoor, dit lesje. Ze zijn echt heel sterk. Ja, ze zijn echt heel sterk. Nee! Ga maar naar achter, ga maar naar achter. Neem het over. Oh jongens, ze hebben zoveel nodig. Zoveel klapjes, vooral de diamanten. Ik krijg toch nog een tik, hé. Dat je dan even denkt van, hé, wat gebeurt hier nou toch? Zo. Waarom heb je deze weg gebarricadeerd? Zodat ze niet vanaf die kant naar binnen kunnen komen. Oh. Oké. Okay. Het is gewoon met een dirtblok, dus die kan je heel makkelijk weg. Goed. Er was dus nog één opening niet accounted voor, blijkbaar. Inmiddels volgens mij wel, of tenminste... Ja... Een stukje lastiger is het geworden. Ja, maar het komt omdat het hier een trap is. Zo. Ja, dat klopt. Maar op zich kunnen we daar wel langzaamaan wat werk van maken. Maar nu is het hier veilig. Zo, hè hè. Oeh. Oh, Oké, goed. Maar nu zitten we hier. We hebben nog maar een heel klein stukje van het kasteel veilig. Wat is dat dan? Is dat net een poort? Dat is een poort. Een poort die we zouden kunnen gebruiken naar de nether. Oh, ja. Hierachter. Holy, hè? Dat nemen gewoon drankjes, hè? Het is helemaal geen zin om die lui hier aan te pakken. Hier zitten dan zo'n spawners. Ga eens dood. Oké. Twee smaragden laten vallen. Op zich helemaal niet gek, hoor. Nou, nu ga ik even dit kapot maken, goed? Of vind je dat niet goed? Ja, vind ik goed. Ik kan het ook wel even zo doen, dat ik er even overheen stap. Dat is misschien ook wel goed. Dan is het nog maar een richtingsverkeer. Want hier staat zo'n diamantenmannetje. Ja, ik pak ze gewoon van onder. Zo. En dan gaan ze weer. Nee, niks ervan. Oké, hij is dood, hij is dood, hij is dood. En hij bijna. Ligt er boven jou. Oh, ik ben nu echt bijna dood. Woe. Maar is het goed om het licht aan te zetten of uit? Ja, aan. Licht is altijd goed. Licht is altijd goed om aan te hebben. Oké. Nou, dit is ook veilig. Een poort naar de nether. Die hier dan staat. Je vraagt je af waarom. Hey, bedankt hè. Sorry. Momentje hoor. Ja, goos. Ja, sorry. Allemaal... Maar in die actie jongen, daar kan ik me niet inhouden. Hey, potverdikkie. Oké. Wat een gespuis. Kunnen we hier overheen? Ja. Dit lampje is aan. Mooi. Dit lampje is uit. Die kan ook al aan. Nee, die doen niet. Oh, ik hak allemaal dingen neer. Zo. Want zolang het buiten donker wordt, is het niet erg. Zolang we het binnen maar licht weten te houden. Juist. Hartstikke idee. Hier is ook nog een lamp die we aan kunnen doen. Oké, dit vind ik een beetje spannend. Maar we doen het gewoon. Daar. Hier staat een mannetje trouwens, hé. Moment. Zo. Weg, schaap. Weg. Zo. Die mannetjes zijn niet boos volgens mij. Dat zijn vriendelijke mannetjes, lijkt het wel. Ze hebben ook taart. Ze hebben taart! Waar ben jij, joh? Ja, ik ben ergens naartoe gehuppeld, maar dit kan wel open. Ik ben even naar buiten gelopen. Ah. Oh, ik vind het wel weer gevaarlijk nu. Er staan die mannetjes als een soort van standbeelden. Staan ze stil hier te staan? Mm-hmm. Ik zit nog in het enge gebouw, hoor. Ik zit ook nog in het gebouw. Ik zit in de grote hal. Ah. Ja, ik zit in een soort van toren die omhoog gaat met zo'n wenteltrapje. Oh, ik ben op het dak! Oké. Ik kom zo bij je kijken. Die spawners zijn al weg hier in de hal. Heb jij dat gedaan? Nee. Er waren spawners in de hal, die zijn er niet meer.
Volgens mij is het allemaal redelijk veilig aan deze kant van de kelder. Kerker. Er loopt wel een schaap binnen, maar ik heb het veilig gemaakt hier, denk ik ook. In de hal. Dit is de verdieping hierboven. Dit kan wel open nu. Ik hoor alsnog wel wat lopen. Maar volgens mij is dat buiten, dus ik geloof niet dat we daar last van hebben. Paulus? Moment hoor. Als je naar beneden komt, dan kun je ons samen even naar boven loodsen. Kunnen we even boven kijken? Ja. Ik kom er nu aan. Ik wil ook naar boven lopen nu, maar ik weet niet zo waar je bent. En ik kan je even beneden laten zien, want beneden is het nu zo veilig als het maar kan. Hier ook. Hier. Ah, hier ben je. Kijk eens, de hal hier is nu safe. We kunnen het allemaal weghalen. Wat is heerlijk. Dit is lekker, hè? Kijk eens, hier is het veilig. Ik heb wel de deur afgezet. En hier zijn mannetjes. Dat hier zien. Komen allemaal gasten. Oh ja, maar die komen naar jou toe. Dat scheelt. Dan ga ik even dat boel dichtmetselen. Ja, dit is helemaal niet veilig, man. Lopen ook allemaal gasten bij jou hier naar achter. Ja, nee, maar dat zijn mannetjes. Die stonden holy er al. Holy shit, joh. Nee, maar gewoon zombies. Kijk eens hier. Waar komen die zombies dan vandaan? Van boven, van links achter. Oké. Okay. Op zich is dat niet erg. Daar kunnen we wat aan doen. Hoewel ik nu echt dood ga, denk ik. Oh, als ik één klap heb, ben ik dood. Oké. Okay. Snel eten. Eet je wel genoeg? Nee. Die ruimte is eng dus, waar jij bent. Ja, daar. Nee, hier. Ja, hier is daar. Het eng. Daar is het spannend. Daar moeten we even wat aan doen. Ja. Oké. Okay. Of we rennen naar boven. We kunnen misschien via de andere kant van naar boven gaan en dan daar veilig maken. Wat ik je wilde laten zien, kom eens, dat staat hier. Dat wilde ik je net laten zien, voordat die gasten allemaal binnenkwamen denderen. Mm-hmm. Hier, staan mannetjes. En ik weet niet wat ze hebben, want ik heb er niet meer rechts op ze geklikt. Hey. Ze zeggen niks als je erop klikt, hè? Nee. Maar zijn dit van die standbeelden? Of ik weet niet wat het zijn. Nou ja. Oh, zijn dat het? Zijn het standbeelden? Zijn het van die... dit zijn gewoon van die armor standaarden. Die Jan ook heeft gemaakt. Ja, dat heb ik, dat zie ik. Oh shit, te weinig. Oh shit. Ja, neem ze lekker mee hier naartoe. Ja, ik heb ze nu... Volgens mij heb ik het afgebakend. Oké, dan neem ik een andere route naar boven en dan gaan we het daar even veilig maken. Want jij had ook een trap naar boven. Waar was dat nou toch? Daar. Waar kom je vandaan? Ja. Van deze trap. Dan neem ik die even naar boven. Maar die is maar gedeeltelijk veilig. Oké. Tenminste... Daar houden we dan rekening mee, hè? Ja. Hier was ik bezig. Oh ja, hier staat meloen ook. We hebben meloenzaad nu. Haha. En daar staat een zombie. En hier is het ook heel donker nog binnen. Ja. Dus daar moeten we misschien zo eens wat aan gaan doen. Zo. Misschien even wat licht neerknallen daar. Yes. Zo. Hier ook. Er staat ook allemaal taart en vis op tafel. Het is wel een feest. Het is jarig. Ja, het is wel feest. Ja, en jammer dat dat niet werkt, hè, met die schakelaar. Ik had dus gedacht dat je dat zo kon omschieten. Maar dat werkt dus niet zo, de schakelaar om. Dat is jammer. Nee. Goed. Ik kom hier redden, hoor. Kak. Oké, schakelaar. Licht schakelaar. Hier, zoals de brouwstandaarden, we kunnen brouwen. Dit kasteel is van alle gemakken voorzien. Mm. En boze gastjes die daar rondlopen. Maar je moet even steeds zo'n gangetje dichtmaken met twee blokjes. Zo. Oh ja, nou, je hebt mij dus nu gevangen gezet bij die lui. Op zich niet heel erg. Nee. Want het lukt. Oké. Okay. Het is helemaal niet handig wat ik nu doe. Shit. Je doet shit. Het. Je omtrekkende doet het beweging. Ja, ik heb nog één hartje. Ik haal hier even de schakelaar om. Waar val ik nou in? Oh, dan trap naar beneden. Ah, shit. Oké, nu komen ze voor mij. Here we go. Hopsakee, laat me vallen je smaragd in je goud. Wat loopt daar dan nog? Laat even vallen. Nou, dat is een ziek idee. Even een fakkeltje erbij. En verder naar boven. Ja, ik ga even thuis fakkels halen. Ik heb nog 38 bij me. Oh. Kun je mij misschien een fakkel of twee geven? Hier heb je de helft. Ah. Oeh, dan ben ik bovenop.
Ja, maar dit is een gevaarlijke ruimte boven. Ja. Oeh, en er komt wat aangelopen nu. Oh, en die slaat ook heel hard met zijn dinges. Met zijn dinges? Er zijn er heel veel. Ja, maar het zijn er echt heel veel nu. Oh, die ging al dood. Is het een pelzenbakkers? Hij heeft een veer op zijn hoofd, op zijn muts. Oeh! Laat ze op met je. Wat voor drankje zouden ze nemen? Ja, van meestelijke kracht. Superkracht. Ga eens dood. Creeper ook nog. Oké, prima. Oké, dat was dat. Het is natuurlijk op het dak natuurlijk heel gevaarlijk, omdat er ook gewoon, omdat het ook gewoon nacht is. Hoek op spin. Oh, is een creeper ook nog? Ja, dat was heel stom. Ik las naar beneden. Oh nee, toch niet. Oh, ik dacht echt dat ik naar beneden zou lazeren. En ik ben dood. Hé? Ik wil zeggen, heftig best lang. Nou, we zijn al bovenin bijna. Kom, we gaan dit vark even wassen. Ik ga naar mijn laatste dode plek, zeg maar. Ik moet even mijn zwaard voorschijn halen. En dan. Oh, spinnetje, hoepel op. Ik wil even. Dit is ons huis. Ik dacht dat ik hier veilig was. In ons huis. Maar het is niet zo. We nemen de waypoint hier naartoe. Wie had er wat? Jij? Hoepel op met je pijlen. Salvo. Oh, waar ben ik nou weer? Oké, het is erg druk hier, maar wel gezellig. Nou, het is... Oh, ik loop naast jou, parallel. Hier lopen gewone skeletten, maar die vind ik niet heel erg. Behalve dat ze wel echt snel achter elkaar vuren, dat is wel een beetje lastig. Maar vanuit daar zit er een te schieten. Ja. Gluipend. Je kan ook raak schieten. Oh nee, toch niet. Haha! Creeper. En de creeper is dood. Le creeper en more. Oh, hier is ook nog één. Niet ontploffen. Er is toch een verdieping hierboven. Er staan er allemaal hele onrustige mannetjes hier. Oeh, achter mij was ook nog eentje. Nou, Paul. Wat? Het is hier een drukte van je welste. Zo, hier ook. Maar wij drijven wel de boel een beetje op nu. Echt, hè? Het gaat echt goed. En dat is leuk. Ik ben best trots op ons. Dan moet ik wel zeggen dat ik ook steeds die latest death waypoints gebruik, maar ik neem aan dat jij dat ook doet. Nee. Ik speel volledig eerlijk. Je speelt volledig eerlijk. Maar het is ook wel gewoon, het moet wel leuk blijven, hè? Hey. Ja, maar zo vind ik het dus leuk. Ja, precies. Zo is het goed. Kijk, in welke loop jij nu? Oh, jij loopt daar hier helemaal. Zo. Ja, maar ze kunnen niet naar beneden. Want dat heb ik al even mooi vastgezet. Maar ze lopen hier wel en ze zijn niet blij. Nee. Ik zie dat ik mijn nieuwe zwaard al gebruik. Mijn tweede zwaard. Hartstikke goed. Kom dan. Ik zit daar. Oh, gaat er achter mij dus niet, joh. Hé. Hey. Oh, nog één. Nee, wat doe ik? Hoe kom jij nou hier? Hoe kom je naar daar? Oh, ik snap wat ze doen. Ik heb toch een gat opengelaten waar ze naar beneden doorvallen. Maar op zich niet erg, want nu kunnen ze maar één van één naar boven komen. En dat betekent dat ik ze mooi om kan slaan. Want nu zijn ze hier weg, hè? Yep, zo goed als. Dus dat betekent dat ik hier weg kan. Oh nee, toch niet, er zijn er nog wel een paar. En ze zijn boos. Oh, ik kan nog verder omhoog, zie ik. Er is nog een creeper om de hoek, ik heb hem wel gezien. Oeh, allemaal Enderman hier. Oh, die gaan even poppen. Hartstikke idee. Ik ga nu bijna dood. Als dit overleeft, jongen. Oh, dan ben ik echt een held. Wat voor drankje neemt hij? Ik wil weten wat voor drankje dat is wat jij neemt. Stiekem, ik ben een half hartje. Ik ben echt bijna dood. Oh man, je bent echt zo'n held, hè? Ja. Oh, die gebakken aardappels zijn ook al bijna op. Lekker man. Ik heb nog een paar... Hoe heet het? Wat ligt hier op tafel? Wat leuk. Wat is dit, joh? Wat zijn de leuke dingen? Zo'n decoratie-achtige... Ik wist niet dat het kon, dat je items op een tafel kon leggen. Nee. Nou, misschien kan dat ook helemaal niet. Maar goed, ik weet ook niet wat er wel en niet kan meer in het spel. Hoe is het boven? Hoe is de kust? Hier is het wel aardig veilig, volgens mij. Oké, maar het gaat al verder omhoog, zie ik. Is dit gewoon een toren? Het is een toerie. Een grote toerie. Wat staat hier nou voor een gebouw naast? Oh, dat is ook een toren. Het zijn drie torens of zo. Drie of vier. Het is de hoogste, zie ik. Ik ben nu bovenaan. Oh, cool. Cool, wow. Cool. Volgens mij hebben we het overleefd.
Bijna. Ja, is er geen eindbaas? Je zou denken van wel, ja. Maar... ja, dat zou me niks verbazen hoor, als we er nog één gaan vinden. Ik zie hem nog niet. Haha! Oh, dat is een hoog toren zeg. Zo, de mythes. Ik zie hem ook niet, nee. Ik zie geen eindbaas. Maar dat is wel prettig. Maar wij hebben ook nog geen spawners kapot gemaakt, of wel? Ik zie wel een wrak van een schip in de verte, hé. Ja? Ja. Cool. Een scheepswrak. Een scheepswrak. Een scheepswrak. En ons huisje. I can see our house from here. Nice. Dit is leuk, man. Dit is een groot kasteel. En het is helemaal voor ons. Je hebt er geen zelf gebouwd. Helemaal. Nee, maar het is nu al van ons, want we hebben het wel overwonnen. We gaan nog even die andere torens checken. Maar ik denk dat we daar ook niet heel veel bijzonders zullen aantreffen. Ik geloof dat we de kisten eens even moeten bekijken die hier liggen. Wat er allemaal in zit. Hé, hey, kompas. Of er wat interessants in zit voor ons. Uh-huh. En die andere torens even bekijken. Maar ik geloof dat we voor... oh, hier is ook nog een lampje wat we aan kunnen doen. Nee, dat moet me niet zo. Ah joh, je bent toch aan het klieren. Ik ga even deze toren naar boven. Ik weet niet of jij ergens weer een toren in gegaan. Ja, ik ben een beetje aan het rondlopen eigenlijk. Ik ook. Oh, ik ben nu onder dat houten dak ben ik nu. Oh, daar was ik net ook, ja. Ben je weg naar buiten gehakt? Ja, naar binnen eigenlijk. Oké. Okay. Maar nu lopen er overal Endermen rond trouwens, zie ik. Kijk uit. Ik zie ze niet, maar ik geloof het. Maar goed. Dus, lieve mensen. Waar ben je Paul eigenlijk nu? Even kijken waar je bent. In een torentje ben ik. Dat torentje daar, denk ik dan. Nee, maar even. Het allemaal eten ligt hier. Lekker. Hij is daar ergens. Aan deze kant zou die moeten zijn. Hier, ik moet al... oh, daar ben je onder ons. Auw! Ik hak wel even een dak in het gat. Hopsa! Hotseflatsa. Ik ben... oh, ik zie een Enderman. Die kunnen we wel even voor zijn knieën hakken. Dat kun je doen. Ga ik gewoon doen. Ik zou het lekker doen. Hopsakee, ik heb een parel. Hier is nog een top waar we nog niet zijn geweest. Ja, oh, hier ben jij. Oh, hier is een ongelofelijk. Kijk je uit. Hopsakee. Nou, wij kunnen dit best handelen op normaal. Kunnen we dit best handelen. Wel. Ze zijn wel taai, maar we kunnen het. En hier is gewoon een dakje. Dit is het. Laten we even het dak van dit kasteel oplopen. Het open dak, zeg maar. Het hele grote deel. Ja, hier. Ik ben er al. Zo. Hopsakee. En dan even dag tegen de mensen zeggen. Oh. Want ik geloof dat we echt al een poosje bezig zijn. En we hebben gewoon een kasteel. Hebben wij gekaapt. Hoe noem je dit? Veroverd. Veroverd. Dat is het woord dat ik zocht. We hebben een kasteel veroverd. Wie kan dat zeggen, hè? Heel weinig mensen. Zaterdagavond. Heel weinig mensen, dacht ik. Dus we zetten een waypoint hier. Dat doen we zo. En dat noemen we het veroverde kasteel. En dat krijgt als kleur, wat mij betreft, een grijzige kleur. Au. Zo. Dit, lieve mensen, is het veroverde kasteel. Paul, je hebt het slim aangepakt door eerst via de onderkant te gaan. Want dat is het ons wel, denk ik, de overwinning bezorgd. En dan zo een beetje de boel opdrijven. Dat was slim. Uiteindelijk misschien wel een beetje, hè? Maar nu denk ik dat we ons klaar moeten maken voor het voortzetten van onze reis. Ik denk het ook. Volgens mij is het kasteel van ons. Dus dan, Ik denk dat we onze backpack... dan denk ik dat we in dit huisje, in huisje 1... want ik heb hem huisje 1 genoemd, zie je wel daar. Mm-hmm. Ik denk dat we daar moeten achterlaten wat we nog een keer willen terughalen ooit, vroeg of laat, maar wat niet belangrijk is. Ja. En dan gewoon nu kijken of we ergens naartoe kunnen. Met de Noorderzon vertrekken. Dat moeten we gaan doen. En onze grote big black backpack. Black, ha, shit. Big die black backpack. Die kunnen die we meenemen. Mee. Goed. Lieve mensen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot de volgende keer. Doeg! Tot de volgende keer. Doei! Doei!